Het stafcollectief van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vanmorgen de acties voortgezet. De groep zal naar zeggen geen gehoor geven aan de eisen van minister Lilian Verrier. Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie van Organisaties voor Landsdienaren, COL, waaronder het stafcollectief valt, zegt dat de bewindsvrouwen heeft aangegeven individuele personen uit het collectief te zullen ontvangen, maar niet de bond. Deze mededeling is niet in goede aarde gevallen bij het collectief. Na te zijn ontvangen door het protocol van de minister, deelde Blanker de actievoerders mee dat zij wel ontvangen zouden worden. Voordat we die kleine schorsing hebben gehad, wat we gezegd hebben, laat dat even werken. We hebben toen gezegd dat men gesteld heeft dat men het stafcollectief wil, niet het stafcollectief, maar individuelen uit het collectief zonder Blanker. Dus je gaat daar, ondanks het feit dat het een stafcollectief case is, gaat men zeggen, nee, Sabayo, je komt niet hier als voorzitter van BPM om, maar je komt hier als Humbert Albert Christopher Sabayo. Yes, Isabi, en nu zijn we op het punt, neem telefoontje zo, je hebt zo dat. Als ik het verkeerd heb, hij wil het zelf niet zeggen, maar als ik het verkeerd heb, dan word ik gecorrigeerd, afgesproken. Ja. We zijn nu op het punt, ik laat dat u over als u wil applaudisseren of niet. Al die tijd heb ik u gevraagd, nu ga ik het aan u overlaten. Dat we een telefoontje kregen en dat de minister bereid was om het stafcollectief nu met Blanker te ontvangen. Blanker geeft verder aan dat het collectief na die mededeling heeft besloten de minister op dat moment niet te woord te staan. Volgens Blanker willen zij de afspraken zwart op wit hebben, omdat zij niet verrast willen worden. Toen dat boek gezegd, en dan ga je zeggen van deze man wil geen oplossing. Toen dat boek aan de contactman gezegd. Hier nog heel unhokong. Maar dat man, begrijp je? Ik minister moet ontvangen, no minister ontvangen, ik dacht niet kon. Maar dat me wel lazy. Me wel niet zwart op wit. En dat was een probleem. Dat was een probleem. Ik zeg, anders gaan we niet komen. En nu wordt ons gezegd dat die brief onderweg is. Dus we wachten af. We wachten die brief af. Mensen, waar zijn jullie? Ja! We wachten die brief af. Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie van de Organisaties voor Landsdienaren, COL. Hij sprak het actievoerende stafcollectief vanmorgen toe. De groep is ontevreden over het feit dat de minister onderdirecteur Muriel Hoepel wil ontheffen uit haar functie.